Marina, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind. En ik heb vandaag mijn tweede 12-jaarsprik gehad en het gaat best wel goed. Het is niet te veel pijn. Maar hier zijn SME en Lize. Hallo, hoi. En dat zijn dus mijn twee beste vriendinnen van school zo'n beetje. En gewoon, ja, hele goede vriendinnen. Zoals jullie wel weten. Maar wij zagen dus een weekje geleden, zagen wij een hele mooie jas. Ongeveer mijn maat, niet zo groot dus. Een beetje grijs zilver. Wat? Maat S. Nee, maat S. S. Ja, nee. Ja, groot. Nou, hij was nog steeds veel te groot voor mij. Ik moet er nog een beetje in groeien. Klein beetje, maar je past hem. Ja, ik pas hem wel. Ja, ze mogen goed. Inderdaad. Maar die zagen ze toen dus hangen. En ik was al eerder... Nou, enfin, die zagen we toen dus liggen. Op de straat gewoon daar ergens. En we zeiden, als hij er over een week of zo nog steeds ligt, dan nemen we hem mee. Maar ik was dus vandaag eerder van school terug. En opeens staan die meiden voor de deur. Ja, hier is die jas. En ja, nu heb ik hem dus. Maar we gaan hem eerst even wassen, want ja. En ik bedoel, misschien is het een beetje raar dat we hem van straat plukken, terwijl hij van iemand anders is. Maar ik denk, als je hem kwijt bent, dan ga je toch al je plekken af waar je bent geweest. Dus ja, je hebt... Hij lag er al een week, sowieso, meer. En ja, waarschijnlijk hebben we allemaal honden overheen gepist en zo. Maar ja, we hebben hem gewoon gepakt en we gaan hem wassen. Dan kan ik hem altijd nog dragen, toch? Maar nu gaan we even weg, want Lize en ik die hebben geleerd om samen te fietsen. Dan ga ik voorop en ik ga trappen, dan gaat zij achterop en dan gaat zij sturen. Esmee gaat wel even filmen, zo. Ja. En dan waren we pas al doen, dus ging Esmee ziek naar huis. Oké, kom, dan gaan we. Maar alleen het afstappen is nog een moeite een beetje. Maar voor de rest gaat het hartstikke goed. Dus. Nou, we hebben weer een promotie. Nou, ze heet Florien. En ja, de rest zien jullie nu. Dus veel kijkplezier. Hoi, ik ben Florien van het kanaal Flowgloss. Ik hou er heel erg van om video's te maken. En ik ben 14 jaar. Mijn video's gaan vooral over vlogs. Sketches. En nog veel meer kun je op mijn kanaal vinden. Neem zeker een kijkje en abonneer gelijk ook even. Doei! Nou jongens, ik vond het zo leuk. Doe het gewoon allemaal zo, want YouTube is toch met video's. Waarom maak je dan geen video waarin je jezelf voorstelt? Nou, joehoe! Heel leuk, Florien, dankjewel. Ja, kom maar! Ze gaan wel ver. Is het gelukt? Ja. Is het gelukt? Ja, we vielen niet eens. Vielen jullie niet? Nee, we stonden bij de paal. Het lukte prima. Zullen we nog een stukje? Ja, we gaan die toch ook ophalen. Dus dan... Dus de tactiek is palen. Ja, lantaarn palen. Is die standaard? Waar gaan we naartoe? Ja, omhoog. We gaan tot die kant op, ja. Ja, we gaan die kant op. Oké, film je. Kom naast ons fietsen. Ja, oké, wel. Maar wij moeten zo aan de linkerkant, hè? Oh ja, kut. Ook kijk uit, achter je. Ja, die fietsen wel langs ons. Want kijk, we hebben die kant bij het palen. Ja. We gaan bijna... Ik fiets achter jullie, oké? Okay? Film je? Ja. Oké, okay, film je? Ja, ik ben niet zo snel met één hand fietsen.
Kan ik naast jullie fietsen? Oké, ik wacht wel even. Ja, maar de... Nee! Ik kom eraan! Kan ik naast jullie? Links of rechts? Dat denk je zelf. Links. Ja, joh. Maar we moeten zelf wel iets... Fietsen, rustig. Doe eigenlijk. Ja, ik fiets, oké? Kom naast ons. Oh. Oké. Ik had even niet. Ah, jullie zijn goed. Ja, we zijn goed, hè? Oké, hier kan mijn vader. Ja, maar moeten we even stoppen. Achter. Nee, we doen die laatste paal daar. Daar moeten we weer even stoppen. Oké, dan ga ik alvast achter jullie als jullie het niet erg vinden. Nee hoor, is niet erg. Ik ga jullie filmen en hopen dat het niet goed gaat. Ja! Nou mensen, zoals jullie zagen, zijn we gevallen, maar we deden best wel veel pijn, want ik viel zeg maar heel hard hier. Maar het viel wel heel erg mee, want ik moest echt heel hard lachen. Lisa, gaan we zo meteen opnieuw? Ja, we gaan nog een keer hoor, maar Esmee moet volgens mij weg, dus dan kunnen we niet meer filmen. Maar... Nee, we kunnen niet meer filmen, maar tot strakjes. Ja. Nou, net tijdens editen zie ik dat ik zei tot straks, maar ja, hier ben ik dan, ik heb eerlijk gegeten. En nu gaan we onze kat eten geven. Jullie gaan gezellig mee. Kijk, dit is het hok van de kat. En ook van de kavia, dat is een beetje moeilijk. Eens de kat zijn wc. Ja, en ze eten. Oh. Ik kijk alles er weer uit bij. Al het eten van ons dier is in de popcorn bakken. Die van de kavia's ook. En die van de honden ook. En die van Sky ook. Wij lussen absoluut geen popcorn. Nee. Welke popcorn vind jij het lekkerst? Zout. Ja, ik ook. En jullie kijkers? Oh. Tombo. Kijk, dan moet hij werken voor ze eten. Want hij is veel te dik. Maar dat werkt ook niet. Ja, ik ga het nu niet in één keer opschrokken. Nee, dat niet. Maar hij eet het wel. Hé, wachten. Hij hoort maar te wachten. De honden moeten toch ook altijd wachten? Oh, wow, dat is een beetje te veel. Het moet wel altijd goed verdeeld zijn, hè? Doe nog maar een beetje in die grote. Want die kleine worden wel heel makkelijk, ja. Smakelijk kleine. Nou, wil ik even zien hoe je gaat eten. Hij is linkspotig, kijk maar. Hij schept het in één keer uit een kleine bakje. Het is echt te makkelijk voor je. Zo. Wacht even hoor. Hier. Ja. Kijk, het is... Wacht even hoor. Dat ding is uit te slopen. Ja, gooit echt. Hij heeft een hele klauw eruit en hij gooit het gewoon over en neer. Jongens, kijk, mijn moeder heeft een spijkerbroek aan. Oh, ja jongens, ik heb een spijkerbroek aan. Goed hè? Maar wat had hij gesloopt, zei je? Kom maar kijken. Oh, we gaan nog even kijken wat hij gesloopt heeft. Ga even kijken? Nee, dat wil iets, hè? Frits, hoor. Kijk, hij heeft dit kapot. Het is niet echt kapot, maar... Kijk, hier doet hij met zijn nagels. Oh ja, maar dat is zijn uitloopmatje. Nee, maar hier doet hij ook met zijn nagels krabben. Dat zie je toch? Ja, niet zo goed op de camera. Ah, niet erg. Nee. En Luca heeft zijn muis gesloopt. Ja. Hier, waar is dat ding? Oh ja, nou, laten we die nog zien. En ook zien wat hij doet. Ik wil het eraan trekken. Kijk jongens, Luca heeft het kapot gemaakt. Dit zat eerst in de muis.
Leuk. Ja. Nou, tot morgen weer. Joehoe. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag wat je zelf leuk vindt. En ja, jullie nou nog meer filmpjes zien? Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg joehoe!